anderhalf jaar zoeken is het eindelijk zover. Ik heb mijn eerste woning gekocht! Ik ben 21, ik heb nog steeds voice cracks gekocht. En waar moet ik beginnen? Ik heb nog niet eens baardgroei, jongens. Ik heb nog niet eens goede baardgroei. En ik woon nog. Ik heb mijn eerste huis. Ik heb dit. Ik ben zo blij. Ik wil jullie zo erg bedanken voor elke dag kijken naar mijn vlog. We gaan nu met z'n allen weer een heel nieuw avontuur aan. Ik zou zeggen, vergeet zeker niet te abonneren. Er komen hele leuke vlogs aan. Het is het waard. Abonneer. Ik kan alleen maar tegen jullie zeggen, bedankt. Ook tegen mijn ouders, mijn opa en oma, mijn management, iedereen om me heen. Zelfs Bente nog, die spreken nu natuurlijk veel minder. Ik wil gewoon iedereen bedanken die mij de afgelopen jaren heeft geholpen. Zelfs nu de cameraman, iedereen. Ik ga niet iedereen opnoemen, want dan ga ik heel veel mensen vergeten. Zo ben ik. Dit is gewoon zo'n bizar nieuw hoofdstuk waar ik al zo lang naartoe leef. En jullie wisten het al lang natuurlijk dat ik hem gekocht had, maar ik probeer het gewoon op te hypen. Fucking grappig. Ik wil blijven zeggen gewoon bedankt voor het kijken elke dag. Blijf vooral kijken, er komen zulke leuke vlogs aan. Abonneer. En jongens, kijk, ik heb een hele mooie grote tuin. Ik heb een oprit waar heel veel auto's passen, maar weet je waar ik zo blij mee ben? Met gewoon een garage. Daar ben ik het meest blij mee. Kan ik gewoon mijn auto lekker binnenzetten. En daarover gesproken, ik heb nu een dubbele garage, dus er is heel veel ruimte om te parkeren, ook hiervoor. Het is tijd voor een nieuwe zoektocht naar een auto, dat heb ik al aan jullie verteld. Maar nu gaat die echt van start. De zoektocht gaat beginnen. Volgende week ga ik een hele vette autotestritten met mijn vader. Ja, er komen zoveel vette dingen aan. Oh, ik kreeg constant kippenvel gewoon. Maar het is ook gewoon koud. Ja, het is ook gewoon koud, ja. Zometeen ga ik aan jullie een tour geven van het huis. Ga ik aan jullie laten zien wat precies de bedoeling is, wat er allemaal gaat gebeuren, wat ik ga verbouwen, wat ik ga aanpakken. Maar nu is het eerst tijd om even terug te gaan naar vanochtend. Want het liep niet helemaal zoals gepland. Gast, geloof het of niet, het is nu 10 uur toch? Ja. Blijkbaar was het niet 11 uur, het huis. Ja, maar 10 uur. Ja. Ik hoorde dat net. Oh mijn god, dit is zo typisch mij. Hoe kan ik dat mis hebben gelopen? Dus ik ga heel snel omkleden, gaan we als de brandweer heen, ja. Dit is zo weer iets voor mij, jongen. Oké, iedereen is er al. De makelaar, mijn aankoopmakelaar. Een inspecteur om het huis te inspecteren. We gaan nu een inspectie doen vlak voordat we het gaan ondertekenen. Ik dacht dat ik om 11 uur, het is nu 10 uur, 11 uur de notaris had. Dus dan even alles ondertekenen en is voor jou. En ik dacht dat ik daarna die sleutel kreeg. Maar ja, ik heb het ook nergens zien staan, maar het zou weer mijn fout zijn. Ik ben zo'n chaot, jongen. Ik stond gewoon lekker te douchen en ineens belt hij: "Yo, Dom, ik sta voor je woning." Ja, ben je er al? Ik dacht dat hij hier bedoelde. Ik ben zo chaot, hè. Oh, maar maakt niet uit. Hij zei: "Joh, kom me gewoon aan en..." Typisch voor mij, voel ik wel een beetje kut, maar maakt niet uit. Voor de rest wordt het een leuke dag. Dit is een van de grootste dingen in mijn leven. Hoe kan ik dit nou niet goed plannen? Even serieus, hoe kan dat, gast? Ik kan erom lachen, gelukkig. Ik had er ook heel zorgrijnig van kunnen worden, maar ik heb echt mijn mail gecheckt. Ik heb het ingepland. Dit staat al weken zo gepland. Het is me gewoon helemaal ontglipt, dit. Ik snap niet hoe. Misschien ook door mijn enthousiasme of zo. Bewijs maar weer dat ik misschien helemaal niet in mezelf kan wonen. Maar het gaat wel gebeuren. Oh, we zijn er. Autootje daar op slot. Binnenkort kan ik hem gewoon op mijn eigen oprit zetten. Oh, zo happy ben ik dan die tuin. Oh, er moet heel veel gebeuren. Oh, goedemorgen. Kijk, jouw handen op. Sorry hoor. Helemaal ontglipt gewoon. Dit is om 11 uur, alles 11 uur dacht ik. Maar ik ben er. 10 uur, ja. Oh, wat erg. Hier gaat het allemaal gebeuren, hè. Kijk eens even. Bedankt voor het vertrouwen. Ja, jou ook man. Super bedankt voor het helpen. Geluk. Fantastisch. Ik kan nog wel weer een vervolg aan. Ja man, dat denk ik wel, ja. Hypotheekzaak, swipe up. Hey, alsjeblieft, sluit op. Succes, gast. Super bedankt. Ik heb heel veel plezier. Ja. En je kan een bol drinken in Dom. En nog een bol drinken in Dom. Kijk eens aan, super bedankt allebei. Oh. Ziek ouwe. Hey, Dom. Hey man, kom maar eens binnen. Jij krijgt net de sleutel. Ja, ik had weer echt 13 seconden gehad. Wat een organisatie weer. Maar lieve schat, ik ben weer net op tijd en alles. Net als ik altijd. Van wie heb ik het? Nou, ik vind het knap van mezelf. Maar luister. Ja. Ik wil je toch heel even een momentje van maken. Dus ja, tuurlijk. Ik ga even zenden. Ja, dit is voor jou. Ja. En ik wil dat je even rustig de aandacht neemt om dit te bekijken. Ja. Een echt origineel plusboeket. Ja. Dom! Ziet, kom hier. Dankjewel. Jullie zijn eindelijk van me af. Oh, jullie zijn eindelijk van me af. Dit eerst openmaken. Dit openmaken? Ja. Oké, ik zie een
soort plantje. Happiness, met een kaartje. Oké, ik denk dat dit bedoeld is als omdat zo'n klein boompje is die moet gaan groeien. Net als ik dat moet gaan groeien in... ja, dat is goed. Een beker. Oh, lekker maatbeker heb je. Kijk, dat is top. Die hebben we ook nodig. Kijk, en deze brief hoort erbij. En nog een mooie brief van die papa en die mama. Een nieuwe woning staat erop. Jezus, dit enige wat je kon schrijven. Ja, dat zie je eens geschreven. Nee, grapje, dit zat erin. Hopelijk ben je helemaal... Hopelijk ben je er helemaal van in de wolken. Veel geluk en veel plezier. En dat gaat om dit ding natuurlijk. Als een kleine jongen, Donnie, dacht jij al groots. Als grote kerel ben jij nu groots. Het kleine plantje heeft kleine wortels. Haar huisje is een maatbeker. We vinden het een mooi klein symbool om aan te geven. Kijk soms naar dit symbolische plantje met haar worteltjes en verwonder je. Denk soms over de wortels van je zijn, denken en keuzes. Waarom je ze maakt en juist niet maakt in het leven. Zorg goed voor jezelf, groei, sta soms even stil en leef in harmonie. We geloven in je, we zijn jouw wortels. Daar kun je altijd op steunen. Blijf je omringen met positieve, lieve mensen. Deel je geluk en wanneer nodig je verdriet. Koester wat je hebt. Wij vertrouwen jou en zijn heel trots op onze zoon. We houden zielsveel van je en hopen nog heel lang te genieten van jou. Je vriendenkring en met elkaar. Nou, top. Dankjewel. Je moest bijna huilen. Een beetje tranen. We hebben nogmaals heel veel geluk hier. Okay. Ja. We maken er wel moois van. En mijn moeder die gaat niet los hoor. Mama, schouder niet nat huilen alsjeblieft. Nee. Grapje. Heel lief, dankjewel. Ja. Je weet het, hè? Ja, je weet het. Komt het helemaal goed. Oh, nou, nu naar de blokker voor een... Nu naar een notaris. We gaan het is gewoon heel simpel wat we nu gaan doen. We gaan naar de notaris. We gaan naar de notaris, gaan we een theetje heen en dan gaan we gelijk weer terug. Dan komen heel veel mensen gezellig, lekker buurten. Wat familie, wat vrienden komen allemaal kijken. En die ga ik allemaal vertellen wat het plan is. Dat ga ik ook aan jullie vertellen natuurlijk. Jongens, ik kan wel een huis kopen, maar niet mooie schoenen. Nou meneer de Jong, daar gaat u dan. Zo. Zou u voor mij een handtekening willen zetten onder de tekst? Nou, dit is het moment. Dat was het. Ja, top. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, gefeliciteerd. Nu is het helemaal zeker. Nu kan niks, maar dan ook niks meer, kan mij van deze diepe schulden bij de bank verlossen. Ik zal het gelijk vertellen jongens. Heel veel mensen doen geheimen over hun inkomsten. Ik heb wel voor een groot gedeelte een hypotheek. Want dat vind ik fijn, want ik wil met mijn geld ook nog heel veel andere dingen gaan doen. Heel veel leuke dingen die eraan gaan komen. Dus ja, we gaan weer snel terug naar huis. Kijk, hoe het werkt is dat als je een hypotheek wil aanvragen, kan je maar een x-bedrag lenen op wat je verdient per jaar. Dus wat je verdient per jaar, daarmee gaan ze berekenen van wat kan jij per maand aan hypotheek betalen. Dus daarvoor moet je wel een x-bedrag verdienen. Daarmee heb ik natuurlijk heel veel geluk gehad, wat ik ook mede aan jullie heel erg te danken heb. Dus nogmaals bedankt daarvoor. Het is natuurlijk heel slim om in één keer je huis af te betalen, maar aan de ene kant ook weer niet. Ik heb zelf besloten om een hypotheek te nemen, zodat ik met dat geld andere dingen kan gaan doen. Ik zeg altijd, een tafel moet op vier poten staan. En momenteel is mijn enige poot eigenlijk YouTube. Maar ik vind het ook leuk om in de toekomst wat andere dingetjes ernaast te gaan doen. Dus te gaan investeren in andere dingen. Ja, een hypotheek is net als huren eigenlijk. Alleen in plaats van dat je het geld weggooit, betaal je het huis af. Dat is helemaal leuk. Ja, ik wilde daar wel open naar jullie toe zijn. Van joh, ik ga niet flexen omdat ik in één keer gekocht heb. Nee hoor, ik heb wel een flinke aanbetaling moeten doen. Dat zeker wel. En voor de rest, het resterende bedrag heb ik een hypotheek opgenomen. En vind ik toch wel leuk om te delen. Ik deel zoveel met jullie, zo stom als ik dat niet deel. Ik bedoel, sommige mensen kiezen ervoor om dat niet te delen. Maar ik vind het leuk. Ik deel gewoon veel met jullie. En ik hou van jullie. Oké, snel terug naar het huis, ja? De eerste keer dat ik ooit mijn auto hier verkeer. Ik moet nog een beetje leren om het inparkeren. Dus ik moet even leren hoe ik goed mijn auto moet parkeren. Maar kom goed! Dit is top! Nou Pim, jij loopt in alle chaotische shit lekker te filmen. Wat vind je ervan? Wat is jouw eerste indruk? Groot. En een beetje oud nog. Dat klopt, ja. Dat is ziek, man. Er moet veel gebeuren. Ja, heel veel. Ja, wel blij voor jou. Pak op. Oeh. Hè? Wordt dat geklopt? Hoi. Hey! Gefeliciteerd! Oh, ik had jullie zo verwacht! Fuck
gedaan, man. Ik zat meteen aan een telefoon gisteren. Wow. Je ziet ze bijna nooit op mijn vlog, maar dit is mijn management. Superleuk. Kijk, oh, een taartje, zeggen ze. Wow! Een taartje! Holy moly, wat staat erop? Wauw, wat gaaf! Mijn logo op mijn huis, kijk dan! Oh. Wat ziek, super bedankt, hé! Wauw, wow. Wat mooi! Hey, super bedankt, super bedankt! Ja, bedankt. Fijn dat je komt. Heel erg bedankt! Ja, heel veel geluk in je nieuwe huis. Nou, laten we gaan beginnen aan de tour van het huis. Laten we gewoon beginnen in de voortuin. Ik ga wel even een momentje pakken om gebruik te maken van mijn bereik die ik heb. Mocht je nou als bedrijf of als aannemer of als iemand kijken en je denkt we kunnen wat super tofs doen tussen Don de Jong en het huis, laat het zeker weten. Stuur me even een e-mailtje zakelijk@dondejong.nl. Dan kunnen we kijken of we iets heel vets kunnen gaan doen. Want er moet echt heel veel gebeuren en dat ga ik nu allemaal aan jullie laten zien. Och, ik ben echt... Ik stond net even hier tegen de muur aan en denk nee, dit meen je niet. Ik heb alles opgepot, opgespaard, alles voor dit. Gewoon, dit is sinds het klein, ja, iedereen droomt natuurlijk ervan, maar ja. Laten we gewoon beginnen. Oké, kijk, hier heb je mijn hek. Die is dus kapot. Dus moet ik even voor iemand bellen. Die is heel zwaar. Die wordt binnenkort gefixt. Nou, hier kom je dus binnen. Zie je hier de tuin die heel erg overwoekerd is. En kijk dan hoe dik dit eruit ziet. Kijk dan. Dubbele garage. Oh, lekker mijn autootje binnenzetten. Oh, hij is lekker warm ook. We hebben hier nog een garage. Nou, hier kunnen ontzettend veel vrienden en familie parkeren, dat is helemaal fijn. Hier heb je een groot hek, die leidt naar de achtertuin toe. Deze is echt super hoog, dus dat is ook super chill. Kijk, sleuteltje erin, dan draaien we hem om. Lopen we eerst even naar de bijkeuken. Kijk, zo kom je binnen, deur is je dicht. Hier zo heb je een random douche, van in de bijkeuken, moet je kijken, super random. Nou, al het sanitair gaat aangepakt worden door Megadump, dus zwaai wat. Nee, door Shahidje gaat alles doen. Superleuk is de bijkeuken. Hier komt de wasmachine. Nou, dit wordt allemaal vervangen, is allemaal oud. En hier heb je dan een garage waar mijn auto staat, waar ik zo blij mee ben. Kijk hoe groot. Dit is toch ziek? En hij is nog verwarmd ook. Goh, fantastisch. Echt fantastisch. Nou, en hier zie je een achterdeur naar de achtertuin. Die is ook een klein beetje overwoekerd. Doen we de deur van de bijkeuken even dicht. Nou, hier kom je dus binnen, dan heb je hier de gang, dan heb je hier een scheidpot. Hier gaan heel veel dollen doorheen binnenkort. Dit, hier zo voor in het huis, dit wordt mijn studio, twee PC's, super dik. Ik heb echt een hele tijd kippen zo, ik kan er niet over uit. Dus ja, je ziet het allemaal, alles is oud, open, hij stoot zo over de grond tegen de lamp. Maar in ieder geval, ja, dit wordt ook allemaal aangepakt binnenkort. Waar ik wel heel blij mee ben, dat het alarm doet het gewoon nog. Zoals fijn kan ik wel een alarm opzetten. Dit wordt gewoon een heerlijke werkplek waar ik en mijn vrienden gewoon chill kunnen werken, editen, alles erop en eraan. Oké, okay? Nou, er moet echt ontzettend veel gebeuren. Ik denk dat ik deze muur naast de wc ga doorbreken. Want hier zit een muurtje. Als dat kan hoor, ik weet niet of het een draagmuur is, het voelt wel heel solid aan. Daarvoor heb ik een aannemer nodig. Maar met een pisbak, gewoon weet je, zo'n staanbak en een normale wc moet een hele grote chille wc worden. Nou, dan gaan we hier naar de woonkamer, dames en heren. Pim, ga jij eerst? Dit is zo... Moet je kijken, dit is zo fantastisch. Zo dat het zo loopt in een soort L-vorm. Maar het is groot, maar ik heb het nog ruimtelijker gemaakt. Maar kijk, deze muur die gaat eruit gehaald worden. Hierachter zit de keuken, laat ik zo zien. Dan komt hier zo helemaal naar voren, komt een heel groot keuken. Hoe heet dat? Kookeiland noem je dan. Een kookeiland, super vet. Nou, kom, lopen gelijk even naar de keuken. Hier is mijn vader lekker bezig om een gebruiksaanwijzing op het koffiezetapparaat dat we net gehaald hebben. Nou ja, kijk, dit lijkt trouwens op de koelkast, maar we hebben al een paar keer doorgeprankt. Het is gewoon hier. Dit gaat er allemaal uit. Het wordt echt, de hele woning wordt gemoderniseerd. Maar er komt zoveel leuke content aan. Gewoon alleen al als het leeg staat heb ik zulke leuke ideeën. Dus ik check niet alweer. Hier komt net de tv zo. Een lekker grote tv zo. En dan hier de bank. Nou, hier kijk je zo over de tuin. Zeer goed, ja. Dan lopen we hier door naar de schuifbui, die is weggevreten door een mierennest. Kijk, helemaal jalla. En dan dit is de tuin. Helemaal overwoekerd ook. Maar wel ook, zit hier heel veel potentie in. Zwembad, jacuzzi. Ja, dat zijn de ideeën. Eerst zien dan geloven natuurlijk. Maar laten we even naar de waterkant toe lopen. Vaarwater. Kijk dan, mijn eigen plekje voor een boot. Zunk, beautiful. Ik kan varen, ik kan vissen hier, ik kan misschien wel zwemmen als ik het diep genoeg uit ga baggeren.
Nou, kijk, kom eens hier. Kom. Dit is het huis, zo ziet het huis eruit. Kijk zo. Kijk, zo ziet het huis eruit, zo in de breedte zo. Moet je kijken hoe groot die tuin is, man. En ik heb maar aan één kant buren, dus daar ben ik heel blij mee. Straks van de week vind ik wel even leuk om nog een keer aan te kloppen en nog even extra hooi te zeggen. Nou, zwarte gak, zwarte bak, groene bak zie je in de verte staan. Die heb ik ook nodig natuurlijk. Ik denk dat we even naar boven gaan, hè? Ja. Kijk jongens, als je nou denkt aan content, als je hier nou een zwembad neerzet en je springt van boven, content! Oh, dit is boven. Eén slaapkamer, twee slaapkamer. Die anders is precies hetzelfde uit als deze. Hier worden logeerkamers van gemaakt, dat soort dingen. Dit huis moet echt worden dat iedereen altijd maar blijven chillen, slapen. Voor al mijn vrienden en familie moet dit gewoon een hotel worden. Ik wil gewoon dat iedereen meegeniet. Hier de badkamer. Swipe up naar Megadim. Deze badkamer is best groot, dus je kan er ook echt wat vets van gaan maken. Natuurlijk, laatst bij mijn ouders is dat super vet geworden. Deze kamer is iets groter. Nou ja, wordt super vet denk ik. Dubbele wasbak zit er al in. Doet dit het nog? Ja, dat doet het gewoon, jongen. Pardon. Nu ga ik laten zien waar mijn slaapkamer komt. Deze twee worden dus logeerkamers, gewoon chillkamers. En hier zo, dit wordt mijn slaapkamer. Deze gaat ook flink aangepakt worden. Hier komt dan mijn bed. Ja, super groot ook. Die kast, die inloopkast, of nou, het is niet een inloopkast, maar een kledingkast. Deze wordt helemaal gemoderniseerd. Ik kan het echt niet geloven, man. Oké, laten we doorlopen. Heb je hier de wc? Ik loop er vast 80 jaar vooruit, kijk maar. Enge beugels. Dit gaat er ook allemaal sowieso uit, maar dit moet toch naar beneden? En dan moet je toch zo. Dat is lekker handig voor mensen die. Volgens mij zit het gewoon helemaal vastgeroest. Oh, echt? Hier, ik kan gewoon. Wat ken je mee? Elke turn zo. Oké, we gaan daarheen. Oké, Pim loopt er vast vooruit. Ik loop achter jullie aan. Hier heb je een bergruimte. Hier heb je een bergruimte en een cv-gator. En dan dit is officieel een slaapkamer. Moet je kijken hoe groot het is. Ik loop even een rondje zo met jullie mee. Hier kijk je uit op de achtertuin. Maar deze muur, hoor dan. Gewoon gips. Deze gaat eruit. Krijg je één hele grote ruimte. Moet je kijken. Ziek groot. Deze muur knallen we eruit. Dit is boven de garages. Dit wordt één zieke mancave. Dus dit wordt één hele grote kamer. Ja, dat wordt gewoon echt met flipperkasten, airhockey, pingpong, poolen, playstations. Dit moet de ultieme plek worden van het huis, denk ik. In de toekomst wordt het allemaal wel heel lang duren. Er moet zoveel gebeuren. Ja, fantastisch. Oké, kijk. En overal heb je ook van deze dingen. Zo. Overal heb je ook van deze dingen hangen. Ja. Die doet het alleen beneden. Kijk. Dus die trapt niet op mijn kop, donder. Nou, kijk, dit is dus de zolder. Nou, dat kom je niet heel makkelijk. Maar hier liggen gewoon extra dakpannen, wat onderdelen van het huis, weet je wel. Of als het stormt. Dus. Nou, ik denk dat dit een beetje de bergruimte moet worden van het huis. Je loopt helemaal door. Dan heb je daar nog een hoek met allemaal dakpannen. Wat oud laminaat en zo. Nog wat onderdelen van het huis zie ik. Dit is zo'n beetje het huis, denk ik ongeveer wel. Wat ik jullie kan laten zien, allemaal. Kijk, het gaat allemaal lang duren. Maar het is allemaal zo leuk om te filmen en het is een hele degelijke bouw, dus je kunt het helemaal naar je eigen smaak maken. Het is zo'n nieuw lijp hoofdstuk in mijn leven. Ja, kom, we gaan naar beneden. De eerste gasten komen zo meteen, wat vrienden en familie, dus superleuk. Kom. Ik hoor wat. Ik hoor geroffel. Het is je boy Roy. First guess, you know, bro. Komt u door. Morgen. Kijk, de parkeer ik toch beter. Ik deed het in één keer. Zet hem gelijk even op de oprit. Heerlijk. Look at the crib, bro. Ja, zeker. Come look at the crib, bro. Bro, look at the crib, bro. Yo, bro. Mag ik gewoon de deur open doen of zo? Ja, tuurlijk. Gewoon doen alsof ik thuis ben. Ja, natuurlijk. Dat doe ik bij jou ook altijd. Ja. Als jij inderdaad nu zou zeggen van nee. What's up? Ja, dit is de wc-pot, dan zal je veel uurtjes doorbrengen, denk ik. Dat zou wel vaak komen. Nou ja, 3 keer per week. Ja. Roy poepert 3 keer per week, zegt hij. Dat is een bergingskast. Ik wil het zeggen, is dat je isoleert zelf? Dat is voor als je irritant bent. Kijk, moet je daar eens in praten? Klinkt net als Call of Duty. Doe eens aan je oor. Alpha 6. Alpha 6. Ja, bro, dit is het. Nou, ik ga niet iedereen zijn reactie filmen, want dan zijn we heel lang bezig. Er komen best wel wat mensen.
Maar Roy, ik chill altijd bij jou, maar je bent ook altijd hier welkom, maat, je weet het. Ja, dat klinkt als good times, bro. Holy fuck, maat. Kijk al die troep, al die Beunhaas first spulletjes, zeg maar, die als eerste gaan halen. WC-rollen. Oh, ja. Fuck. Oh, ik zie het weer niet. Echt heel lijp, maat. Ja, we zullen lekker de taart aan snijden. Ga lekker, loop lekker een rondje, maat. Ja? Ik ga het Roy even allemaal laten zien. Ja, jongens, mijn eerste dag gaat het nog fout. Hé, hoe krijg je dat nou voor elkaar? Roy heeft de slag van de dag. Ik zal lang verhaal kort maken, het ging heel snel. Ja, het ligt allemaal anders in. Ja, kijk nou, jongen. Ja, ik wou het, laat maar gewoon zitten. Het lukte niet helemaal. Maar één ding, geen probleem. Ja, nou. Ja, dat kan het gebeuren. Ja, het ging wel. Ja, nee, het ging oprecht niet expres. Zo, kijk eens even. Van Bobby gehad. Hey! Ja, lijp, man. Oh, alles wijd van tafel. Thanks, Bob. Helemaal top, man. Zo, morgen, neef. Shahidje! Jou moet ik ook bedanken, hè. Zonder jou had ik deze woning niet gehad. Shahid zei, je moet nu een bod doen, anders is die weg. Zo, kijk dan even. Mooi wc, oké. Megadup, swipe up. Oh, niet normaal. Echt een mooi huis. Ja, ziek, hè? Oh. Dit is raar, hè? Komt het uit de lamp? Nee, dit is zo random, ja. Ik had tegen Siet gezegd, joh, ik heb een woning gezien. Ik weet het niet, ik kon hem heel graag hebben, maar ik durf geen bod doen. Hij zegt, je moet het nu doen, anders is die weg. En ik heb een bod gedaan. En als ik hem een dag later had gedaan, was de woning weg. Dus ik heb aan Siet, heb ik dat ook echt te danken. En de Jasper, maak op, maken. Hey, boys. Alles lekker, bro. Bro, morgen even, alles goed, maat? Ja, lekker. Holy shit. Kijk dan, overal zitten mensen, zijn mensen. Hier in de garage, dit is de garagedeur. Heel veel mensen zijn... Oh, ik schiet me dood. Heel veel mensen zijn boven. Wat vind je ervan, oma? Ja, geweldig. Je hebt hier ook nog een douchruimte en een wasgelegenheid. Kijk. Ja, mooi, hè? De tuinman. Ja, ik vind het echt super. Ja, lijp, hè? Echt onder de indruk, ja. Ik ben ook zo blij met die oprit, jongen. Ja. Wat vind je ervan? Fucking dik. Dik, hè? Ja, dit is ook dik. Ja, heel dik, echt, ja. Geweldig. Ja, zieke dingen. Opa, wat zeg je ervan? Ja, het is fantastisch, Don. Echt waar. Hey, kom jij lekker vissen bij mij in de tuin? Ik kom bij jou vissen, maar ik vis gelijk de hele polder helemaal leeg. Hey, Kwanes! Gast, kijk dit. Kom, ik heb voor jou iets. Ik ben benieuwd of jullie weten hoe het werkt. Doe eens deze kraan aan. Doe eens aan. Oh. Heb je dat ooit wel eens gezien? Ik nog nee, wat? De kraan die zo aan moet. Wat de ik dacht hel? Eerder zo. Ja, dat je moet tikken naar beneden. Ja, maar daarom een schuifknop. Een schuifknopkraan, nog nooit gezien. Dat heb ik echt nog nooit gezien. Wat zo, bro, wat vind je ervan? Ja, nice gast, echt leuk. We waren laatst al een keer van de buitenkant. Maar van binnen is dat deze koffie is ja, moet wel wat gebeuren natuurlijk. Maar... Ja, heel wat, ja. Maar alleen maar leuk, joh. Ja, vet hoor. Leuk gast. Kijk, gouden tandjes van Sheet. Laat zien. Is dit nieuw bij je kunstgebit of niet? Pas bij je shirtje. Dom, moet je eens luisteren naar me. Ik ga niet speechen. Dat doen we dus niet. Maar ik ga het heel wat anders doen eigenlijk. En dat doen we een samen. Backflip? Nee, ik doe het samen met oma. Die heeft een tekst gemaakt op een heel oud melodietje. En dat melodietje dat is bijna net zo oud als wij samen zijn. Dus kan je nagaan wat dat moet worden. Ja, ja. Roy gaat er heel goed op, hoor. Roy gaat heel goed. Oké, okay, is wel heel leuk, hoor. Schattig. Zo is dan de dag gekomen. Staan we hier nu in je huis. Wie had dat nou durven dromen? Gelijk zo arm als een luis. Don gaat echt nu ons verlaten. Nee, joh, hè? En dat doet ons echt veel pijn. Ook je ouders gaan je missen. Net de kerk. Dat is zeker. En de GG. Leeuwkleed moesten we even zeggen. Don die gaat zijn eigen weg. RSS ook niet meer horen is voor ons wel even pech. Maar wat wij jou willen wensen, veel geluk daar in de veen. En dat gaat je zeker lukken, want je lult als menigeen. Lieve Don, je moet eens horen, blijf vooral zoals je bent.
en je vlogt als nooit tevoren. Nu de roem en goed bekend. Heel veel liefs van opa Jopie. En ook van je oma Wil. En we blijven je opvolgen. Laat de tijd maar even stil. Heel leuk, echt heel leuk. Zelf geschreven. Het voelt een beetje als een kerk. Nee, maar echt heel leuk. Echt super. Het is echt de uiterste weg van Dralingen. Ja, het is echt super. Heel erg lief. Heel lief. Leuk, dankjewel opa en oma. Waar kan ik jullie boeken? Ja, je hebt helemaal zelf geschreven. Ja, zelf gemaakt. Ik heb ook niet leuk. Shahid. Jouw uitlaatsas geven, hè? Ja. Dus dat ga je even laten fixen, dus je moet er vandoor. Ja, je neus en je uitlaatsas geven. Die rechter staat naar beneden. Ik weet echt niet wat, hoe het is gebeurd. Want je nee, niemand weet hoe het is gebeurd. Hij staat en dan krijg je als leenauto een Audi R8 Performance Parts mee. Ja, Sheet gaat deze inleveren voor een R8, dus in principe houdt hij hetzelfde blok. Nou, Maat, ik vond het heel gezellig dat je erbij was. Binnenkort gaan we even swipe up, mega dum doen. Yes. En dan gaan we hele dikke dingen. Hele dikke dingen doen. Wessel, raad wat dit is. Raad wat dat is. Wat is dat plastic stuk op me? En je kent het open klep, hoor ik. Ja, je kent open klep. Ja, wat is het nou, hè? Ik denk dat het. Ja, weet je. Waarom... Hij gaat het echt nooit raden. Nee, voor de meneer. Nee. Een portemonnee? Ja, kan dat? Nee, natuurlijk. Wat de hel? Een portemonnee in de muur. Klap hem eens open. Bovenkant. Gaat het knallen of zo? Nee, bovenkant. Huh? Wacht, dan moet je kijken. Wacht even. Wat is dat? Goed open. Oh, is het een stofzuiger? Ja. Nee, lul. Ik heb een stofzuigersysteem in mijn muren. Gewoon een stofzuigersysteem in mijn muren. Nu heb ik gewoon een slang die daar ook keer in. Dan wordt het, waar wordt het heen gezogen dan? Kom maar mee. Hier, kijk maat. Dat komt in die doos aan de muur. Wow. Hier, dit ding. Hier, houd het ding. Daar zit het allemaal in. Dus ik hoef helemaal geen stofzuiger te kopen. Ik heb gewoon een paar slangen liggen. En dan kan ik alles van zzz, en af en toe die bak leren. Magnifiek. Hoe vaak moet je dan verschonen? Hey, meneer de Vos. Vorig jaar was dat. Ja. Wist ik dat dit pas bestond. Dat was toen Marijn. Marijn heeft het thuis. Echt? Daardoor kwam ik erachter. Ik weet het pas sinds een jaar. Ik heb het nooit geweten. Ik had ook nooit omgekomen. Nou, kijk eens even van de gezellige inrichtingen. Oh, wat gezellig. Oh jongens, er gaan zoveel video's aankomen. Puur dat het leeg staat. Echt gewoon met deze woonkamer. Zoveel zin, jongens. Ik zit zo vol met goede energie. Gewoon alle mensen die ik enorm waardeer en gezellig vind, die zijn hier allemaal. En helemaal tof. Wat er trouwens ook nog bij het huis komt, is een heel camerasysteem. Dus ik heb nu alleen een alarm, maar er komt ook nog een heel camerasysteem bij. De tuin gaat zowel voor als achter helemaal veranderen. Echt gewoon bizar. Ook kleine details worden aangepakt. Bijvoorbeeld alle buitenlampen, die worden gewoon modern. De regenpijpen zijn nu van plastic. Het wordt allemaal RVS, dus gewoon staal. De dakpannen gaan gereinigd worden. Die zijn namelijk heel vies. Alle dakgoten zitten helemaal vol met troep. Dat moet zo snel mogelijk eruit. Anders krijg je lekkages en zo. Ja, er gaat gewoon zoveel gebeuren. En ik ga het allemaal filmen. Allemaal met jullie delen. Zo superleuk. Ik kan blijven herhalen hoe dankbaar ik ben. Maar ja, dat ben ik gewoon echt waar. Oh ja, en heel veel gestuukt natuurlijk. Dit wordt ook gewoon helemaal glad gestuukt, hè, dat baksteen. En dit is nu korrelig. Ik denk dat ook wel glad stuk gaat worden. Even kijken. Nou kijk, gezellig bloemetje. Au, au, au. Kijk, dit velletje zat opgeruld, maar met een blaar moet je altijd zorgen dat het blaardak terug... En hoe kom je aan die blaar? Ik was aan het werk en er werd sperrips in oliemarinade gekookt. En dan wou ik hem weggooien, de putje. En het werd zo kort in mijn schoen gegooid. Oliemarinade, ja, 180 graden. Op je poot. Ik zal nu een foto en beeld laten komen. Hier zo, hoe het eruit ziet. Toen het net gebeurd was, één zieke blaar. Weet je wat voor gratis bond het is? Tweede. Oh. Nou, jammer dat je geen eerste bent geworden, man. Tweede visgraad. Tweede ruggengraat. Maar dat het zo in je schoen gegooid is... Nou, geen ongeluk genoeg. Ja, maar dat komt omdat ik heb grote voeten. Ja, het werd niet ingewijs spetteren. Hij hoort het niet. Nou, dan is Donnie weer in zijn echte huis, hè. In zijn ouderlijk huis, Bo. En er is bij de Bobo. Maar er is een vraag die heel veel gesteld wordt, Bobo. Hè, wat als Donnie uit huis gaat, wat gebeurt er dan met jou? Je bent toch mijn hondje, hè.
Dus wat gaat er met Bobo gebeuren? Zoals jullie weten ben ik natuurlijk al heel veel van huis. Bobo die is gewoon lekker hier bij mijn ouders. En ik ben altijd, dan ben ik daar, dan ben ik daar, dan ben ik hier, dan ben ik daar. Ik ben al heel veel weg, ik slaap ook heel weinig thuis. En het wordt alleen maar erg als ik straks uit huis ben, dan ben ik hier bijna helemaal niet meer. Ja, wat gaat er met Bobo gebeuren? Bobo blijft gewoon lekker hier bij de roedel, in haar eigen huis, eigen omgeving. En nou ja, blijft ze bij het grootste gedeelte van de roedel natuurlijk. Maar ze komt wel heel vaak, als mijn ouders een weekendje weggaan of veel moeten werken, komt ze gewoon naar mij toe, blijft ze slapen. Dus ze zal zeker niet verdwijnen uit mijn leven en al helemaal niet uit de vlogs. Dus dat gaat er met Bobo gebeuren, die blijft gewoon hier, maar ze komt wel vaak logeren. Hé Bo, hey, je hebt je sokkies. Gezellig meid, ga maar zitten. Ga maar zitten. En backflip. Backflip? Nee, dat kan je niet. Oké, je mag de sokken als je dit doet. Kom maar zien. Zitten. Rollen. Liggen en rollen. 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 Nee, 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 nee. Liggen. En rollen. Rollen. Nee, je doet het niet goed. Nou, je krijgt zelfs nog. Nee, dat mag niet. Nee, haha, prank. Rollen. Doorrollen. Rollen. Je kan het niet meer. Nou, ik heb het 3 keer geprobeerd. Sorry, Bobo. Hoe hebben jullie het vandaag ervaren met het huis en iedereen? En al? Ik wil jullie trouwens even... Ik heb jullie net al bedankt, maar ook voor in de vlog. Mijn moeder heeft van alles geregeld, papa ook. Gewoon een paar biertjes voor iedereen en wat te eten. En superleuk. Ja, dankjewel. Net jouw bankpas, hè, gehaald. Ja, ik heb het wel zo betaald, maar jij hebt het geregeld. Het was supergezellig. Ik vond het zo geweldig dat iedereen er was. Vrienden, familie, ja. Kennissen. Echt, we hadden mooi weer. We hebben gezellig gezeten, uit eten geweest. Tot besluit. Fantastisch. Het was helemaal top. Ja, nou, dat heb ik helaas niet gefilmd. Super leuke dag. Ja, nou leuk. Leuk dat jullie het ook zo ervaren hebben. Ik heb een leuk idee, mam. Zullen we binnenkort een vlog opnemen? Die voor mij heel leerzaam is. En misschien ook wel voor de kijkers. Waarbij jij mij van alles gaat leren over uit huis gaan. Dus hoe doe je de was? Hoe moet je koken? Hoe moet je schoonmaken? Gewoon alle standaard dingen. Ja, ik vind het een heel goed idee. Ik kan nog steeds niet helemaal een was draaien. Zo, denk ik. Koken kan ik. Ik kan wel gewoon bijvoorbeeld spergebonen, niet zo'n aardappels, denk ik. En ik kan je eigenlijk ook even leren hoe ik mijn reet af moet veren? Echt, hè. De enige keer dat ik nog maar een reet van is dat je een pak billenkoek krijgt. Ik weet al wat je aan het eind van die vlog moet gaan zeggen. Dit was de vlog. Dit was de vlog. Nee, ik hoor het wel om wat je kan leren. Oké, leuk, gaan we dat doen. Leuk hè Bobo, goede content. Ja. En ook Hoesja, iets vond ik ook heel lief, dat hij alle aandacht weer gaf aan ook alle... Ja, een paar mensen meegenomen in zijn Lambo was ook lief van hem. Roy is ook nog een rondje geweest, hè? En Roy ook, ja, echt super lief. Maar iedereen was ook gewoon gezellig, leuk dat ook... Iedereen die ik gevraagd had, die is ook gewoon gekomen, echt super. Echt met iedereen. Sommigen hadden gewoon werken geskipt en zo, en leuk. Opa en oma, een heel mooi liedje voor je gezongen. Ja, dat was echt... dat is denk ik echt een generatieverschil, dat zingen, weet je. Maar ik vond het zo attent. Hebben ze gewoon echt helemaal van Dom gaat ons verlaten. Maar dat is natuurlijk niet zo. Ik woon 1 dorp verderop, man. Dat is 5 minuten rijden. Ja. En het is denk ik een kwartiertje, 10 minuutjes fietsen. Als je er weer mee hebt, ben je er misschien nog sneller. Mijn opa en oma, die wonen hierachter. En die gaan me gewoon missen. Dus letterlijk, ik kijk zo bij hun in de achtertuin in als ik hier het raam uit kijk. Dus. Maar ja, ze zijn altijd welkom. Iedereen is welkom. Dus ja, nou, was topdag. Heel erg leuk. Nogmaals bedankt. Top. Ja, en hier is het allemaal begonnen. In dit standaard puberhok. Op deze computer die ik al jaren heb. Ik heb een gloednieuwe computer hierachter staan. Kijk, ik zal dit er even afhalen. Kijk, oh, die is voor mijn nieuw huis. Als het helemaal af is, dan ga ik die daar zetten. Ga ik daar knijters lekker op editen. Maar kijk, in het donker daar staat een klein pc'tje die ik ooit met Quinn heb samengesteld. Daar doe ik gewoon nog alles op. Al jaren gebruik ik dat ding. Echt fantastisch. Zo, die beeldschermen ook. De goedkoopste beeldschermen toen gekocht op Bob.com die er waren. Ik ben er heel veel te vinden de komende tijd. Ik ga er nog niet slapen, denk ik. Maar overdag zal ik er heel veel te vinden zijn natuurlijk. Maar ik denk dat ik er nog niet ga slapen. Er gaat natuurlijk heel veel stof vrijkomen met het verbouwen en alles. Dus ik de hele dag stof te happen, ook als ik slaap, dat vind ik niet heel chill. Er zullen de hele dag mensen zijn die natuurlijk aan het timmeren zijn en verbouwen. Maar ja, en nog even een tijdje hier nog, dan een beetje slapen en dan gaat het echt gebeuren. En het whiteboard met de millicounter, die moet eigenlijk ook mee. En er komt een nieuwe counter aan. Ik ben benieuwd of jullie kunnen raden wat voor counter eraan komt. Maar dit whiteboard die moeten we eigenlijk ook even ophangen in het nieuwe huis. Ook al is het niet heel mooi. Of ik kan hem hier laten hangen en dat ik gewoon af en toe heen en weer rijden. Dat is ook wel lachen, weet je. Dat ik gewoon... Old school voor de millicount in huis moet rijden. Dus laat ook even weten wat jullie leuker zouden vinden. Pas wel een beetje bij dit huis, vind ik. Maar als jullie zeggen, neem me mee, dan doen we het gewoon daar. Ah, deze stoeltjes gaan ook zeker mee, hoor. Die laat ik niet hier staan. Die gaan gewoon lekker mee. Daar edit ik al een paar jaar heel lekker op. En die ook. Nou,
Ik ga maar weer achter mijn pc'tje duiken. Er is veel gebeurd achter de schermen vandaag. En dat gaat de aankomende tijd nog veel gebeuren ook natuurlijk. Ik ga ook heel veel met jullie delen. Niet alles de saaie zakelijke dingen en zo die allemaal moeten gebeuren. Dat hoeven jullie niet te weten, al die zorgen. Alle leuke dingen ga ik met jullie delen. En nou, natuurlijk ook de fucked up dingen ook, alles. Maar gewoon wat leuks voor de vlog, weet je. Als ik de hele tijd achter mijn mail zit of bellen met dingen en dat is natuurlijk niet heel interessant. Jullie snappen, ik leel veel te veel. Ik hoop dat dit een leuke, goede lengte vlog was, waar jullie van genoten hebben. En ik hoop dat jullie ook heel veel zin hebben in dit nieuwe hoofdstuk van mijn leven. Nogmaals, heel erg bedankt voor het kijken elke dag, voor de bizarre support. We gaan gewoon met z'n allen een nieuwe avontuur aan. Dames en heren, heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop jullie morgen weer te zien om 5 uur. En ik ga nu zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Later!